Hoi, leuk dat je kijkt naar Sven Bosman. Vandaag wil ik het hebben over de nieuwe iPhone 13. Deze iPhone 13, hè, of is het eigenlijk een 12S? Eigenlijk wel, denk ik. Maar marketingtechnisch was het natuurlijk wel slim van Apple om het, deze alvast 13 te noemen. Het verkoopt natuurlijk een stuk lekkerder. Wat opvalt aan dit toestel is vooral de ondersteuning voor 5G. Let op, het klopt niet helemaal. Niet alle 5G wordt ondersteund, later heel veel meer. Stuk betere camera, nog beter eigenlijk. En een langere batterijduur. Er zijn vier modellen uitgebracht. De basismodel van 6,1 inch. En nog de mini van 5,4 inch. Daarnaast hebben ze ook nog twee pro modellen uitgebracht. Ja, het design van de 13 is eigenlijk niet veel anders dan de 12. Hè. De rechte zijkanten, het hoekige beetje. Voor de oudjes onder ons eigenlijk een beetje hetzelfde als de iPhone 4. Hè. Wat verder opvalt is dat de notch, dat is dat boven in beeld waar de cameraatje zit, die uitsparing die is kleiner geworden, dus je hebt iets meer beeld. De camera zit diagonaal onder elkaar. Niet recht onder elkaar zoals bij de 11 en de 12. De iPhone 13 is leverbaar in een paar nieuwe kleuren. Ik lees ze even voor. Rood, sterrenlichtwit, lijkt me een bijzondere kleurwit, middernachtzwart, blauw en roze. Het scherm is net als de iPhone 12 helemaal OLED en iets helderder als de 12. Qua fotografie heeft de iPhone 13 wat slimmigheden aan boord. Het heeft HDR4. Iets mooier beeld krijg je daardoor. Hij kan ook vier personen gelijktijdig herkennen op scherm. Ook erg leuk als hij iets mee doet. Wat fotografische stijlen zijn iets aangepast. Niet meer die knallende filters van de 12 en de 11, maar iets meer rust. Iets subtieler verbeteringen. En natuurlijk de cinematische mode. Bijvoorbeeld als de acteur in beeld kijkt, dan is de focus op de acteur, op zijn gezicht. Kijkt de acteur weg naar de zijkant, dan verplaatst de focus zich naar achter, waardoor de acteur onscherp wordt en de achtergrond scherp. Leuke gadget. Net als de 12 heeft de 13 ook 5G, maar helaas nog niet de 5G die we echt zouden willen zien. Het betreft een langzamere variant van de 5G die eigenlijk al wel op deze iPhone had moeten zitten. Wat betreft de prijzen, ze beginnen rond dik 900 euro. Is dat waard? Ik weet het niet. Ik heb nu nog een 11, ik ben er eigenlijk heel tevreden mee. Ik zie mezelf nog geen 900 euro uitgeven voor een iets beter toestel. Maar wellicht verander ik nog van gedachten. Wat denken jullie? Bedankt voor het kijken naar deze video. Reageer in de comments, like, subscribe. Bedankt en tot de volgende keer.